Iets te veel galm voor mij, maar dat gaat een mooi vervolg krijgen. Welkom allemaal hier bij Broesem in Utrecht. Wat fijn dat u er bent. En wat fijn om te zeggen dat we open zijn. Hartelijk welkom. Mijn naam is Bertrand Porkus, ik ben teamleider hier. En namens alle collega's en natuurlijk van harte welkom. We hebben deze week Broesemweek. En dat doen we omdat we zo blij zijn dat we open zijn. Onder andere Maarten van Rossum, Lala Gruul, Eva Jinek. Een heel keur aan prachtige gasten. Allerlei. Morgen is er een high tea bijvoorbeeld. Maar we trappen af met Frans Chanson. Dat hadden we al willen doen in het najaar. We kijken ook wel een beetje tv. En we zien ook dat er gelukkig weer meegezongen wordt met het Frans Chanson. En ik dacht, want we hebben ook hier klassieke cd's. Deze plaats. En ik dacht van, hé, kijk. Franse chanson. Wellicht is dat een leuke aanleiding om Reijer, aan mijn linker voor u, rechterkant, en Philippe uit te nodigen. Gelukkig gingen ze op de uitnodiging in. Lockdown verbood dat wij u dit konden presenteren. Maar gelukkig zijn zij allebei bereid gevonden om vandaag voor u op te treden. Hij, groot ABBA-fan trouwens, kwam voor de liefde naar Nederland. En kwam docent. Ja, maar ging ook gewoon chansons zingen. Prachtig, gaat u straks horen. Hier, Reijer Zwart. Wellicht kent u niet de naam, maar als u veel boekjes, cd's, platen doorkant, dan ziet u zeker veel producers, studiowerk. Heel beroemd, dames en heren. Ik ben super blij dat ze er beide zijn. Om werken van deze, maar ook wellicht eerdere albums, want dit was de 13e uit mijn hoofd. 13e album te zingen, te spelen voor u. Natuurlijk kunt u straks wellicht meezingen, wellicht. Dat zou fijn zijn, want ik heb aan een Franse chansonmiddag een hele fijne herinnering een paar jaar terug. Toen ging dat heel goed. En natuurlijk kunt u een cd'tje aanschaffen en natuurlijk wordt het dan een fraaie handtekening in kleur in. Geschikt. Enfin, madame et messieurs, beste mensen, beste allemaal. Vandaag voor u, pak ik wel weer de juiste. Voilà. Reijer Zwart, Philippe Bellan, we gaan beginnen met Franse chanson. Merci. Goed dat jullie hier zijn. Een reis naar mijn wereld van chanson. En letterlijk een reis naar mijn regio waar ik vandaan kom. Met het eerste nummer die u zo meteen herkent. Ik kom uit de Gascogne aan de voet van de Pyreneeën. Dus de Pyreneeën zijn mijn berg. Ils quittent nard le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient de la ville, de ses secrets, du formica, du ciné. Les vieux, ça n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau et manger la tombe de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, pourtant, peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré. C'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Hélas, est un pas de femme et de fade.
avec de hoge bomen staan. Ik was een kind en kon niet weten dan dat het ooit voor mij zou gaan. De chèvre et puis quelques moutons, une année bonne, l'autre non, sans vacances, sans sortie. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Son flic ou fonctionnaire, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime, rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Autant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer quand un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Que l'automne vient d'arriver. Zijn er heel veel heuvels. Tot althans dan in Nederland. En het leuke van is dat ik wist niet dat ik in Nederland zou belanden. 35 jaar geleden. Dus ik heb een hele jeugd veel gefietst met een paar vrienden. Zo hè. Daar. Dus hier was iedereen like, zo makkelijk. Om een bicyclet daardoor Amsterdam te kunnen rijden. En uiteraard zing ik dat nummer van Yves Montand met heel veel plezier. Het is de opening track van onze album trouwens. Hij is voor mij heel, heel belangrijk, omdat als ik iets zing, zing ik al die beelden uit mijn jeugd met die paar vrienden. En er waren vier jongens en een meisje, en in het chanson heet het meisje Paulette. En in mijn leven heette mijn vriendin Muriel. Dus ik denk aan Muriel. En ik denk aan die jongens nog, maar nu wel die versie van Yves Montand, La Bicyclette. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, la bicyclette. On était quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle. On se sentait pousser des ailes à bicyclette sur les petits chemins de terre. On a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur. Oh là là, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait dans le suivant tous les chemins environnants. Ah, nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs en formant un bouquet, changeant de papillons de sauterelles et de prunettes. Quand le soleil à l'horizon profilé sur tous les buissons et nos silhouettes, on rentrait fourbu et content, le cœur un peu vague pourtant, peut-être pas seul un instant.
c'est pour demain. J'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins, oui. En door verliet ik mijn Gascogne, mijn Zuidwest van Griek, en ik woon dus nu 35 jaar in Nederland. En ik hou ontzettend veel ook van Holland. Deze dag had ik mijn nicht uit Toulouse op bezoek met haar vriendje. En we zijn naar Waterland geweest. Het land van de polders. Het land van Le Plat Pays, van Jacques Brel. Omdat elke woord die Jacques Brel gebruikte in Le Plat Pays over zijn Vlaanderen klopt voor Nederland. Dus dat is zeker een plat pays, zeker, denk ik, aan Holland. Avec la mer du Nord pour dernier terrain vague et des vagues de dune pour arrêter les vagues. Et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez-le tenir. La vie qui est le mien avec cathédrales, bourdiques montagnes et de noirs clochers comme mâts de Bretagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie pour unique bonsoir avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir. Le pays qui est le mien avec un ciel si bas qu'un canal si perdu avec un ciel si bas qui fait l'humilité avec un ciel si gris qu'un canal s'est pendu avec un ciel si gris qu'il faut lui pardonner avec le vent du nord vient s'écarteler avec le vent du nord. Écoutez-le craquer, le plat pays qui est le mien avec de l'Italie, qui descendrait l'Escaut avec Frida la blonde, quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en. Mais quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au riz, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter ce plat pays qui est aussi le mien. Dames en heren, ik moet u nu iets vertellen over mijn muziekcultuur. Voordat ik naar Jacques Brel luisterde, Brassens, ja, Tricot, die ik hier helemaal om mij heen zie, Salas Navour, was ik een yogi in de jaren 60. En als je een yogi in de jaren 60 in Frankrijk, luisterde je naar Johnny Hallyday, Claude François, François Hardy en de ene die totaal onbekend in Nederland is, maar die voor mij als Frans kindje de nummer 1 was, Sheila. Sheila, levende legende in Frankrijk. Misschien bekend in de tijd van mensen die dat nog weten van de disco Heroes from Sheila B. Devotion.
Maar in Frankrijk, voor de Chilabi de Gauchon en daarna, topvedette. In ieder geval, het leuke van de Yeye Zangers is dat de traditie van de chanson ook daar aanwezig was. En af en toe kwam Johnny of Sheila met een hele mooie luisterlied. Dat is het geval met het volgende chanson die Sheila creëerde in het Frans in 1966. Oorspronkelijk geschreven door Sonny voor Cher. Een verhaal die hartbrekend is en die ik meegemaakt heb. Het is het verhaal van een jochie die een jurt vriendin heeft vanaf de kleuterschool. Ze groeien samen, basisschool, college, hoe heet dat nou? Een college in het Nederlands al. Middelbare school. En op een bepaald moment is het afgelopen omdat zij ontmoet een andere man. En ze gaat meteen van dood. En het doet bang bang. Nous avions 10 ans à peine, tous nos jeux étaient les mêmes. Aux gendarmes, aux voleurs, tu me visais droit au cœur. Ben, ben, tu me tuais, ben, ben, et je tombais, ben, ben, et ce bruit-là, ben, ben, je ne l'oublierai pas. On s'aimait bien, il me semble même. Je n'avais de passion que pour mes jeux de garçon. Ben, ben, je te tuais, ben, ben, et tu tombais, ben, ben, et ce bruit-là, ben, ben, je ne l'oublierai pas. Notre amitié du passé. Et quand il en vint un autre, on ne sait à qui la faute. Tu ne m'avais jamais menti, mais avec lui, tu es parti. Ben ben, tu m'as quitté. Ben ben, je suis resté. Ben ben, et ce bruit-là, ben ben, je ne l'oublierai. Quand j'aperçois des enfants se poursuivre en s'amusant et faire semblant de se tuer, je me sens le cœur serré. Ben ben, je me souviens, ben ben, tout me revient, ben ben, et ce bruit-là, ben ben, je ne l'oublierai pas. Bon, alors maintenant, on va voyager. Après le sud-ouest, j'imagine que tout le monde est allé au moins une fois dans sa vie à Paris, bien sûr. Qui n'est pas allé à Paris ici? Est-ce que quelqu'un n'est pas allé à Paris? Tout le monde est allé à Paris. Maar heeft iedereen Parijs om 5 uur 's ochtends moest gezien? Ook iedereen? Wil de nacht achter de rug? Dus voor de paar mensen die misschien dat nog niet meer gedaan, gaan wij een mooie schilderij, een mooi, hopelijk. En misschien met jullie hulp, en passant, gaan we proberen. Dus we gaan nu naar Paris, monsieur Rayer. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris.
c'est vrai. Yes. Se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Oh là là. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5h et Paris, Paris s'éveille. Plus fort. Yes. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, le corps n'est plus qu'une carcasse. Il est 5h et Paris s'éveille. Paris, oui, s'éveille. Et obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5h et Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Oh, 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 oh. Il est 5h, Paris se lève. Il est 5h et moi, je n'ai pas sommeil. Deze album en over onze samenwerking. Reijer en ik, we kennen elkaar 20 jaar. En deze meneer die zo goed gitaar speelt, is eigenlijk bassist van ons boom. Hij heeft zich ontwikkeld als een geweldige multi-instrumentalist en dat is eigenlijk al vanaf het prille begin. Ik voelde dat er veel meer was dan een contrabassist bij deze Reijer Zwart. Dus we deelden ook een versatile smaak in muziek. Reijer en ik houden van heel veel verschillende muziek. Speaking about you, hij houdt van Jacques Brel, maar hij houdt ook van Led Zeppelin. Van ABBA ook, net zoals ik. Maar van Charles Aznavour ook, van jazz. Dan kun je praten met die soort muzikanten. En dus ik zei hem, na een paar jaar, ik zei hem, wil je met mij iets proberen? Wil je gewoon, dat we gewoon met ons tweeën concerten gaan geven? En dan ga je me begeleiden aan de piano en op gitaar. Een beetje verlegen aan het begin, zei hij ja. En deze album, Bertrand zei net, ik heb er 13 albums opgenomen met allerlei soorten begeleiding van symfonieorkest, het residentieorkest, popcombo van Korbakker, combo Nico van der Linden, met Terence Tenmeid, met het saxofoon, Amsterdam Saxofoon Quartet. Maar deze album is mij heel dierbaar, omdat er een merk ik, als ik met Reijer Zwart optreed, kan ik naar de bron van mijn vertoning komen. Dat komt doordat wij elkaar goed kennen. En waarom ik vertel u dat bij het volgende nummer, omdat het is dus geen bekende chanson, wel voor de mensen die al bij mij geweest zijn. En die staat ook op ons album, Quelques mots d'amour. Het is een chanson die zeer troublerend voor mij is. En ik denk dat veel mensen kunnen zich daar identificeren, ook versta je niet elke woord. Het is het verhaal van een man die op bezoek gaat bij het graf van zijn moeder. En daar komt die aan en dan begint hij een soort dialoog, conversatie met de geest van zijn moeder. En hij geniet zich allerlei triviale discussies die ze met elkaar hadden. Over het eten, over hoe vader was gekleed en altijd niet goed genoeg gekleed voor ons haar. De ruzie van de buur enzovoort. En dus zij leeft en tegelijkertijd in het refrein wordt hij geconfronteerd met deze trieste steen, haar graf. En dat gaat door, door en door. Dus uiteenlopende emotie. Totdat het nummer conclueert, gelukkig,
dat als er zoveel herinneringen overkomen, zoveel nog conversatie mogelijk is met de geest van de moeder, dan ligt ze niet daar in dat steen, in de aarde, maar in zijn hart. Het lied hij aan mijn mère enfouie, aan mijn begraven moeder. Astrakhan et le portant en rêve, en rêve. Oh, ma mère chantante, étendant le livre et les images, avec entre le couplet et les dents, trois ou quatre pinces en bois. Oh, ma mère enfouie. Toujours debout dans les photos, et même d'un sourire de dimanche, quelque part sur la mer du
Alors, on va changer un peu d'atmosphère là maintenant. J'espère vous réchauffer le cœur avec une chanson. Fusion, comme on dit en anglais. En fait, elle est écrite par un homme qui vient d'Arménie et qui a fait sa carrière en France et qui a conjugué ses origines d'Arménie avec la chanson française. Je n'en dis pas plus, vous allez le reconnaître tout de suite. Vers les docks le bois et l'ennui me courbe le dos. Ils arrivent le ventre lourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes dans le feu du ciel, le mirage. Traînant un parfum porté de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du nord, j'aimerais débarbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars, à la tombée du jour, avec les marins. Oh là là. Quand on parle de filles, la boue va faire à la main. Je t'ai ramené sur des choses et sur des pensées malades et me dépose en nervosité sur la grève. Je vois tant dans les bras l'amour qui tombe un fou court devant de moi et je me bats beaucoup de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur port. Moi, je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le pont. Emmenez-moi de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour, sur un rafiot craquant de la coco-pont, dans la soupe d'un charbon, prenant la route qui mène à la mer d'enfance, sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles sont en pied, nous ravis sur le cœur, entre sa raton et de ses colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai les sangs là pour passer sans aucun remords. Non, non, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort avec nous. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Encore. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Il est. Opeens heeft een enorme, verschillende, grotere dimensie voor mij, voor ons genomen. Voordat ik naar Nederland kwam, was ik docent. Heb ik de pedagogische academie gedaan, dus heb ik voor de klas gestaan, anderhalf jaar lang. En daarna, schluss, heb ik afscheid genomen.
ben ik muzikant, zanger geworden in Nederland. En, maar ik weet wat het is om voor de klas te staan. Zijn er hier docenten misschien? U bent docent, wat doseert u? Vroeger, basisonderwijs, net zoals ik. Oké, dan gaat u misschien... En Hans, bien sûr. En wat doseert u, Hans? La muziek, ja. La muziek, professeur de muziek. Oké. Anderhalf jaar geleden, u heeft dat gevoeld, is er een leerkracht op een afschuwelijke wijze vermoord in de banlieue van Parijs. Zoals het heel vaak gebeurt, belt de televisie op het allerlaatste moment op de vrouw of Reijer en ik wilden gewoon ter ere van Samuel Paty, om hem te noemen, het lied van Hugo Frey, Adieu monsieur le professeur, zingen. Ik zei meteen ja, juist omdat ik voor de klas gestaan heb. En dat nummer is veel meer dan een eerbetoon aan Samuel Paty. Het gaat over dat bijzondere dag aan het eind van een schooljaar, waar studenten, kinderen, pubers afscheid nemen van een docent. Dat is de dag waar iedereen zich realiseert hoe diep, hoe bijzonder de bond is tussen de leerkracht en de kinderen. Dus deze lied was veel meer en is veel meer dan een hommage aan Samuel Paty. Is eigenlijk een hommage aan deze mooie relatie tussen een onderwijzer of een onderwijzeres en de kinderen op school. Adieu, monsieur le professeur. Les enfants sont une farandole et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il ne montera plus. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous vous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aime. Adieu, monsieur le professeur. Une larme est tombée sur sa main. Seul dans la classe, il s'est assis. Il a vu défiler des gamins qu'il a aimés tout au long de sa vie. Adieu, monsieur. On ne vous oubliera jamais. Et tout au fond de notre cœur, ces mots sont écrits à la craie. Nous offrons ces quelques fleurs pour dire combien on vous aimait. On ne vous oubliera jamais. Adieu. Monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Adieu, monsieur le professeur. Voilà, dat was een chanson uit onze gezamenlijk album. En deze album heeft een bijzondere titel, al zeg ik het zelf, in deze moeilijke tijden. Die heet Quelques mots d'amour, een paar woorden van liefde. Wat kan een chansonnier of een songwriter geven, behalve dan een paar woorden van liefde sturen aan zijn audience, aan zijn publiek? Het is een nummer van Michel Berger, meer een popchanson, ontzettend diep gaat. Een man die in Parijs woont en die ziet dat
die, onze samenleving, artsen zijn in staat om op een hartoperatie te doen, nieren te vervangen, maar mensen lopen op straat en het is bijna koude oorlog. Ze kijken elkaar nauwelijks aan en hij zegt, laten we vaker. En hij zegt, ik ga het doen. Laat ik jullie een paar woorden van liefde sturen in deze moeizame vredewereld. Dus van Michel Berger, titel van onze titeltrack van ons album, die wij gaat voor u na afloop dédicacer, als u dat wilt, aan de hoop trouwens. Quelques mots d'amour. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde là. Oh, dat had ik niet gemerkt. Ik had niet zo kunnen zien. Ja, nog wel. Oh, dat nog wel, dank u. Sorry, te laat. Ja, dat is niet zo erg. Nee, helemaal niet. U vindt het niet zo erg, hè? Dit soort kleine gebeurtenissen. Ik vind het helemaal niet erg. Ik vond u iets zo pijn te maken. Ja, ik dacht. Ik stop. U bent vergeten. Il manque quelqu'un près de moi. Je me retourne, tout le monde est là. D'où vient ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces gens, tous ces amis qui ne veulent que quelques mots d'amour. Village capital, où l'air chaud peut être glacial, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile, quelques mots d'amour. Je t'envoie mon décor, je t'envoie mon sourire des jours où je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. Et dans ces boîtes pour danser, où les nuits passent inhabitées, j'entends les battements de mon cœur me répéter qu'aucune musique au monde ne pourra remplacer quelques mots d'amour. Je t'envoie mon visage, je t'envoie mon décor. Je me sens plus fort. Je t'envoie mes voyages, mes jours d'aéroport. Je t'envoie mes plus belles victoires sur l'ironie du sort. De mon village à cent à l'heure, où les docteurs greffent des cœurs, où des millions de gens se connaissent si mal. Je t'envoie comme un papillon à une étoile, quelques mots
komst en dank voor deze mooie klanken, maar ook woorden van troost en sterkte voor deze inderdaad, wat je zegt, ingewikkelde tijd. Zo ziet het thema CD eruit. Alle CD's zijn over €50. We hebben dus nog meer mooie gasten, maar wat zijn optreden. Eenmaal krijgen we een applaus! Bedankt! Ja.